Amy, je hebt al een heel parcours afgelegd bij K2 en K3. Hoe blik jij nu terug op dat parcours? Ja, superleuk. Hè? Het was een supermooi avontuur nu al geweest. Um, ja, het is een beetje wankel begonnen, um, maar dat bootcamp ja, wat een ervaring. Superleuk. Uh, is ook fijn natuurlijk om de andere kandidaten ook beter te leren kennen. Uh, want ja, als je het zelf niet wordt, dan is het een van hun. Um, dus ja, ja, heel fijn. Waren de, uh, de afgelopen maanden zwaarder dan jij oorspronkelijk dacht? Oh. Ja, ergens wel, omdat ik ook nog um, voltijds gewerkt heb. Um, en die combinatie is eigenlijk niet meer mogelijk, zelfs nu al. Dus, uh, maar dat is ondertussen geregeld. Um, dus vanaf nu kan ik mij wel volledig uh, erop smijten. Dus hopelijk kan ik blijven doorgaan. Want uh, ja, ik heb ontslag genomen, dus anders is het voor niets. <laughs> Dat is meteen uh, heftig natuurlijk, hè, ontslag geven. Ja, maar ja, je moet prioriteiten stellen in het leven. En als je merkt van, oei, dit houdt mij tegen voor mijn droom na te jagen. Ja, knopen doorhakken. Dus ja. Heb jij de afgelopen maanden gehuild? Zo van het idee van, mhm, ik had dit toch niet moeten doen? Nee, 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 absoluut niet. Nee geen, nee, geen seconde na getwijfeld. Ik ben zo blij dat ik heb meegedaan. En, en dat ik ook die kans heb gekregen van Hanne en Marten om ja, met die golden ticket mee verder te gaan. En ja, ik vind dat ik die kans ook wel echt benut heb en, en dat ik mij een beetje bewezen heb. En ja, hopelijk blijf ik hun en de mensen thuis uh, trots maken. Want ik heb natuurlijk ook wel... Heel veel mensen nu achter mij gekregen, en dat is heel fijn. Die hun steun is ja formidabel. Ja. Hoe groot is jouw aanhang ondertussen op de sociale media? Ja, zot. Um, ik ben begonnen op 800 volgers. En ik sta nu in de 8000 en iets. Dus ja, dat, dat is heel veel. Uh, ik, ik verschiet daar telkens van en mega lieve berichtjes. Um, ja, superleuk, superleuk, superlieve mensen ook. Ja, I love them, ja. Maar ik kan me voorstellen dat er ook minder leuke dingen te lezen vallen. Ja, maar die blijven van mijn persoonlijke Instagram af. En ik wil ze ook niet ineens ontvangen, dus... Uh... Nee, maar die, die, die blijven van mijn persoonlijke uh, sociale media. Dat is eerder zo op Twitter en ja, op de VTM of zo, uh, SBS. Maar um, ja, ik probeer die niet te, niet te lezen. Sommigen zijn ook heel belachelijk. En ja, anderen, dat ik vals zing, dat is de mening. Dat is, dat is waarheid voor hun. En, en ik respecteer dat ook wel. Maar ja, het is natuurlijk niet fijn. Dan denk ik zo van, ach, moet dat? Dat doet mij pijn. Maar, ja, dus ik lees ze gewoon niet meer. Elke artiest zingt eens een keer vals. <laughs> ja, dat is ook waar. Ja, een valse noot. Dat maakt het ook menselijk. Dat maakt het ook zo'n keer zo van... Hey, weet je, perfectie is saai. Waarom ben jij de ideale opvolger voor Klaasje? Ik denk omdat ik een hele oprechte, spontane meid ben. Uh, ook wel zot, maar ik kan heel hard werken ook. Wat dat ook zeer belangrijk is bij K3 uiteraard. Ja, en ik lach altijd. Ik ben altijd een onnozel aan het uithangen. Dus uh, ja, ik denk wel uh, dat ik heel veel kwaliteiten heb voor een goed K3'tje te zijn. Ja. Is er één eigenschap waar Hanna en Klaasje mee zullen moeten leren leven? Um, momenteel is mijn slechtste eigenschap nu dat ik onzelfzeker ben. Maar tegen dan moet dat sowieso in orde, allez, in orde komen. Uh, dat moet beter zijn tegen dan. Maar um, ja, ik denk dat ik ochtends zo soms wel in ze mij kan afzonderen. Ik heb geen ochtendhumeur, maar ik ben zo eerder ja, zo'n stille. Niet altijd, maar ja, zo op het gemak wakker worden. Moet kunnen, hè? Ja, lijkt me ook, ja. Als je dan wat vroeger opstaat, dan kan je dat. Ja, en ik ben ook altijd iemand, ik, ik sta echt graag, als ik om zeven uur moet vertrekken, dan sta ik echt graag om vijf uur dertig of zo op. Dat ik echt ruim de tijd heb om wakker te worden, een koffietje te drinken, met te wassen, klaar te maken. Zo, alles op het gemak. Dat heb ik graag ochtends.